Na toch wel een puikenprestatie in de heenwedstrijd, maar Kevin De Bruyne op de koffie bij Haaland en Co. En het pijnpunt bij Dortmund laat dat nu net de verdediging zijn. Daar hebben ze geen bus van Tuchel, maar wel kaas met gaten. City op de counter, levensgevaarlijk. Deze wedstrijd zou ons absoluut veel goals moeten geven. De statistieken ondersteunen dat ook, want Dortmund krijgt minimum 2 doelpunten tegen in de laatste 6 van de 7 wedstrijden. En de laatste 4 wedstrijden vallen er minimum 3 doelpunten en weten beide teams te scoren. Mijn tip voor deze wedstrijd is Asian over 3 doelpunten. Bij 3 doelpunten krijgen we onze inzet terug. Bij 3 of bij 4 doelpunten of meer winnen we onze weddenschap. Liverpool heeft de afgelopen jaren al vaak de wenkbrauwen laten fronsen in terugwedstrijden van de Champions League. Remember Barcelona. Maar om dit om te draaien zullen ze toch wel van heel ver moeten komen. Dit Real Madrid is in supervorm. Liverpool het pijnpunt, laat dat nu net de verdediging zijn. Maar met deze tussenstand zal Liverpool ten aanval moeten trekken, voller moeten vergaan voor de eerste minuut. En dat gaat ruimtes geven voor Benzema en Co. En daar kunnen ze uitermate dodelijk op zijn. Real Madrid krijgt ook wel vaak een tegendoelpuntje te slikken. En daarom zie ik beide teams scoren en minimum 3 doelpunten.